Sarah. I'm 24 and I'm the founder of Palanta. I set this challenge for myself, a challenge what I realized I have to do, because in the UK I had a really small room, and back in Budapest I had a separate wardrobe for all my stuff, so I only could bring one suitcase to the UK, and that was the challenge. I also posted to Instagram, will my clothes fit in this suitcase? And I realized, no, they won't. So that was the moment I also realized that I don't need that much clothing if I can make it with one suitcase. So what started with a one suitcase wardrobe challenge grew into an ambition for a healthier fashion industry and the planet. Palanta was born like planting a sprout, an answer to over-consumerism and fashion waste in the fashion industry. Unfortunately, nowadays, a huge volume of cheap, poor quality clothes full of chemicals and people consuming more than they need is going on. We can simply call this a fast fashion. Fast fashion is cheaply produced, poorly constructed clothing which copies the latest catwalk styles, pumped very quickly through the stores to maximize on current trends, fueled typically by marketing campaigns and influencers. Now the big problem here is the creation of the waste. The equivalent of one garbage truck full of clothes is being burned or dumped into a landfill every single second. That way, we're creating a lot of pollution, air pollution, water pollution, but also a landfill pollution. And of course, at the same time, we're also wasting all the resources and value that went into creation of those pieces of these clothes. It's not only a waste of time, but it's also a waste of money. According to Ellen MacArthur Foundation, it is estimated that the annual value of clothing discarded prematurely equals to approximately $400 billion. Ik wil dit niet meer. Ik wil niet meer de fast fashion industrie steunen. Ik wil niet meer omkomen in mijn kleding en nooit weten wat ik aan wil. Dat gevoel had ik zo erg en ik had er altijd zoveel onrust in. En nooit was het goed en altijd wilde ik meer. En ik was dat gevoel zo zat. Dat was voor mij echt mijn omkeer. En sinds 2018 ben ik toen een capsule wardrobe gaan bouwen. En dat stukje capsule wardrobe, dat is uitgegroeid naar ook een passie hebben voor duurzame mode. Dus niet meer alleen zo min mogelijk kleding efficiënt gebruiken, maar ook het gaan steunen van duurzame brands en labels. Dus ik ben eerst nog op mijn fast fashion kleding mijn eerste capsuletje begonnen. En langzamerhand ben ik die om gaan bouwen tot steeds meer toevoegen van duurzame stukken. Heel bewust. En inmiddels is alle fast fashion uit mijn leven gebannen. En daar ben ik heel trots op. Palanta's mission is so much bigger than providing clothes for rent. We also would like to create a community to educate people and motivate people towards a more sustainable life, towards a more sustainable wardrobe. So to really engage the community, we will organize mindful workshops, educational talks to educate and motivate people, to inspire to take a step towards a more sustainable life. With Palanta, we believe in a holistic approach. So we will cover topics such as womanhood, motherhood, mindfulness. And with this, we really hope to support people to take steps towards a more sustainable life. Because we know our clothing habits today have an impact on our children's tomorrow. Ik denk dat het moeilijkste tegelijkertijd ook het mooiste is. De grootsheid van de liefde die je voelt wanneer je kinderen krijgt, dat die ook heel zwaar is. Dat die ook heel erg bedrukkend is soms. Het gevoel dat je voor altijd je hart buiten je lichaam draagt. Hè? Dus het maakt eigenlijk niet uit of je nou met je kinderen bent of zonder je kinderen. Je voelt altijd die verantwoordelijkheid. Je voelt altijd die overweldigende vorm van liefde. Spiritualiteit
betekent eigenlijk voor mij, ja, is eigenlijk alles. Het is eigenlijk mijn identiteit. Daar doel ik mee op mijn afkomst. Ik ben Molux. Het is eigenlijk zelfs een stukje gevoel van decolonisatie. Omdat mijn voorouders die stammen eigenlijk af van de Molukse inheemse bevolking. Die worden de Alfoeren genoemd. En die leefden eigenlijk naar aanleiding van de Adat. En dat waren bepaalde leefregels eigenlijk. En wat daar naar mijn weten de kern van was, is balans. Maar zowel balans in je gezin, in familie, maar ook tussen dier en mens, tussen planten en mens, tussen aarde en mens. Daar moest een balans in zijn en daar werden alle regels op gemaakt. Wat ik bewonder aan vrouwen om me heen en aan mezelf is dat we toch in een wereld opgroeien waarin vrouwen vaak nog achtergesteld zijn of het te maken krijgen met seksisme en dat we in die wereld leven die eigenlijk door en voor mannen is ontworpen. Ik denk dat vrouwen vaak beter hun gevoel kunnen uiten dan mannen omdat we het afleren bij mannen, omdat het niet stoer is. Ik geloof niet dat vrouw eigen is of man eigen. Ik denk dat de maatschappij het zo heeft ingericht dat als je als vrouw wordt geboren, ben je dit een pakket aan emoties en wat je leuk moet vinden. En bij mannen krijg je een ander pakket. Maar ik geloof niet dat in onze biologie zit. Daar geloof ik gewoon niet zo goed in. Ik vind een van de mooiste dingen aan vrouw zijn hoe wij liefde kunnen ontvangen en kunnen geven. En hoe wij ons kunnen verbinden met elkaar. En gewoon het vermogen om leven te creëren vind ik echt fantastisch. Aan de ene kant heb ik zelf veel momenten ervaren waar ik me niet veilig voelde als vrouw zijnde. Ook door heel veel ervaringen die ik daarmee heb gehad. Die kant vind ik moeilijk en de druk die ik voel van de maatschappij. Of in ieder geval heel erg heb gevoeld over hoe je eruit moet zien en wie je moet zijn. En eigenlijk dat doing it all, dus en een moeder zijn en geld verdienen en er voor iedereen zijn. Ik geloof dat idee van vrouwen die zichzelf weg moeten cijferen om een goede vrouw te zijn, dat nog best wel diep zit. Change happens with small repeatable actions. So with Palanta, people can try out sustainable brands for less money and in a more sustainable way. Het kleding huren bij Palanta, dat is toch wel een hele mooie oplossing voor dat stukje waar ik dan last van heb. Dus steeds toch een nieuw dingetje willen. Want doordat je de kleding huurt, heb je wel even die frisse wind weer door je wardrobe. Dat je denkt, oh leuk, ik heb even iets nieuws aan. Zonder dat je die impact hebt van dat je het hebt gekocht of dat het blijft. Of dat je het uiteindelijk misschien toch minder zult gaan dragen. Of dat jouw kledingstapel toch weer heel erg groeit. Dus zonder dat je dan per se weer bijdraagt aan het uitpuilen van je kas. En het is heel leuk om op die manier nieuwe merken te ontdekken. Vooral voor mij ook om nieuwe duurzame merkjes te ontdekken. En ook dat je toch materialen kunt voelen of een bepaalde pasvorm. Dat vind ik wel heel lastig aan sustainable brands. Dat die voornamelijk toch nog wel echt het beste op internet te vinden zijn. En als je niet in een super hippe stad woont, dan moet je dat toch wel vaak via internet ontdekken. En ja, dan kan je niet echt zien hoe een bepaalde pasvorm is. En via het huren van kleding kan je toch ook meer kennis maken met bepaalde brands. En ja, dan kan er eentje voor je bij zitten. Je denkt, dit is echt top. En dan kan je bijvoorbeeld ook weer investeren in mooie stukken. Dus ik vind het super leuk, heel multifunctioneel op die manier. We know that renting your daily item, daily clothing, is a huge decision for everybody. So with our approach, you can find mindful moments and be in peace with your inner self. You will have space for new adventures, new ways of living, more conscious ways of dressing up.